Iedereen dacht vorig jaar, ach, die coronacrisis die is na een paar maanden wel voorbij. Inmiddels zijn we 10 maanden verder en we zitten er nog middenin. Hoe kijkt u terug op deze periode? Toch wel een moment ook van nadenken. Weer wat dichter bij jezelf komen te staan. Ook weer het gezin wat closer met elkaar. Wij hebben zelf 3 tieners thuis die elke avond druk waren en wij zelf ook. Ik zeg, en nu, ja, ondanks de beperkingen zijn wij wel weer nader tot elkaar gekomen. Dus ja, ook wel weer voor ons wel mooi. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ik vind het wel goed. Gewoon een beetje afstand houden van elkaar, een beetje genieten en een beetje werk naar school. Hè. Wat vond je moeilijk? Ja, dat afstand houden met 2 personen op bezoek, dat soort dingen. Je wil natuurlijk met z'n allen een biertje drinken, maar dat kan nog niet meer. Ja, dat waren bijzondere maanden voor de hele wereld, maar natuurlijk ook voor Almelo. En ik denk dat iedereen ook op het persoonlijke vlak daar best heel veel moeite mee heeft gehad. Ook in het sociale beleven natuurlijk, het uitgaansleven. Wat hier in Almelo natuurlijk ook veel gedaan wordt. En dat raak je toch wel. Om even bij het Café België te gaan zitten of het Hookhoes. Dat is er niet meer. Dus ja, je mist een heel stuk gezelligheid. Hoe je bent of keert, we zijn wel een beetje sociaal geamputeerd. Dat zegt u heel goed, ja. Ja. Heeft u voor uzelf ook persoonlijke lessen getrokken uit deze coronacrisis? Dat je gewoon in huis moet blijven en dat je geen rotzooi moet schoppen zoals het gedaan is. Ja. Dat vond ik verschrikkelijk. Nou, je gaat meer waarderen wat je gemist hebt. Hè? Vroeger was alles, was alles vanzelfsprekend. Je accepteerde gewoon dat je even ergens op reis naartoe ging, dat je alles kon eigenlijk. Hè? Gewoon leuk, gezellig op een terrasje zitten. Lekker shoppen enzovoort. Er is dus een tijd voor de coronacrisis en hopelijk een tijd na de coronacrisis. Dat is er zeker, ja. En ik denk, ja, laten we hopen dat de tijd van voor de coronacrisis weer terugkomt na de coronacrisis. Dat iedereen toch weer meer de vrijheden terugkrijgt die nu zo ingeperkt zijn. En dat men de gezelligheid van het uitgaan en het samen zijn weer terugkrijgt. Hoe hebben uw kinderen deze periode beleefd? Ja, voor hun heel lastig, omdat het 3 tieners zoals ik zei. En eentje nam afscheid van groep 8 en 2 hebben examen gedaan. Dus heel veel dingen gemist en vooral de oudste had daar toch wel wat moeite mee. Hoe kijken zij tegen de rellen aan die de afgelopen week hebben plaatsgevonden? Ja, zij vinden het echt belachelijk. Ze zegt, ze zijn echt niet blij mee hoor. Thuis zitten niet bij papa en mama is niet leuk. Nee. Maar ja, dit schiet ook niet op. Je mag best je stem laten horen, maar om dan vernielingen en mishandelingen, dat is abnormaal. Wat neem je mee uit deze tijd voor de toekomst? Ja, meer genieten natuurlijk. Deed je dat voor die tijd niet? Jawel, maar nog meer genieten. Nog meer, maar voordat je het weet is dat weer voorbij, hè? Je bent positief gestemd in ieder geval. Zeker. Zijn er ook dingen die u in de toekomst anders gaat aanpakken? Nee, niet echt. Nee. Gewoon lekker met de camper weer op reis en dan vermaken we ons wel. Welke lessen trekken wij deze? Dat niet alles vanzelfsprekend is, wat ik net al zei. En dat ook dat je alert moet zijn ook op je naasten en op jezelf en op je gezondheid. Denk ik, ja, dat je wat bewuster moet gaan leven. Een beetje hetzelfde wat ik net zei, proberen elkaar toch niet uit het oog te verliezen, wat meer tijd voor elkaar te nemen in dat opzicht. En dat zou de winst van deze coronacrisis kunnen zijn? Ja, dat denk ik, ja. Dat je toch weer wat meer naar elkaar gaat omzien in plaats van in anonimiteit leven. Denkt u dat de oude tijd nog terugkomt? Ik hoop het. Maar ik denk wel dat er her en der aanpassingen zullen blijven bestaan.